Oké. We zien dus in Hedda Gabler een vrouw die krampachtig gedwongen wordt om het leven als een feest te beleven. Maar voor wie dat leven helemaal geen feest is. Die op pijnlijke wijze verloren raakt in de verschillende rollen die ze moet spelen met verschillende mensen. Oké. Dus dat is ook de lijn waar ik naartoe wil. Ik vind dat nog steeds aan de hand. Bepaalde vormen van gedrag vinden we nog steeds niet wenselijk van een vrouw. Onaangepast gedrag, agressief gedrag, onvriendelijk gedrag, machiavellistisch gedrag. Vinden we allemaal verwerpelijke dingen voor een vrouw. Terwijl een man wordt van alles en nog wat toegestaan. Ja, heel even naar de kapper van je zeker. Huh? Hoe is het voor jou om haar te spelen? Heel leuk. Omdat het een rol is waar ongelooflijk veel dingen samenkomen. Omdat het een hele rijke rol is. Er zijn niet zoveel van dat soort rollen. Zeker niet voor vrouwen. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk moet ik eerst zitten. Ja, zitten.